Goedendag, uh, welkom bij een webinar van de Stichting Gelijkspanning. Uh, tijdens dit webinar ga ik uh, in gesprek met uh, Sven de Bruiker. Sven is Senior Advisor bij Dinic Energy. Uh, Sven, voordat we de inhoud uh, induiken, wat, is, wat doet Dinic Energy? Uh, Dinic Energy is een uh, installatiebedrijf. Mm -hmm. We zijn bezig met uh, hoogspanningstations voor uh, TENET. We doen ook veel op uh, middenspanning, uh, smart meters, uh, gasmeters. Maar we zijn ook bezig met uh, innovatieve projecten, zoals uh, alles wat te maken heeft met uh, DC-netten. En Dinic Energy, onderdeel van? Hermans. Heijmans. Ja. oké, okay, dankjewel. dankjewel. Mijn naam is Ronald Fjansen en wij gaan in gesprek over... Uh, ja, als Stichting Gelijkspanning hebben we een uh, uh, regelmatig dc ontour En een van de dc on Tour bijeenkomsten die van 6 april heeft als... Titel, uh, zonder DC geen energietransitie. Wat vind je van die kreet, Sven? Uh, ik vind dat het absoluut waar is. Uh, het is um, natuurlijk een, een, een gecompliceerd verhaal hè, waarbij je met veel uh, aspecten moet rekening houden. Maar op veel van die aspecten kunnen uh, DC-netten eigenlijk een uh, antwoord bieden. Ja, want jouw titel uh, lijkt daar wel een behoorlijk op, moet ik eerlijk zeggen. DC-netten ja. als essentiële bouwst bouwstenen in de energietransitie. Ja, en essentieel wil eigenlijk zoveel zeggen als... essentie, zonder dat wordt het niks, ja, toch? Ja, klopt. Ja, ja, ja oké. Okay. Um, voordat we in de DC netten duiken... waarom is DC belangrijk in jouw beleving voor de energietransitie? Yes, dat ga ik nu een beetje uitleggen in een aantal stappen. Um, eerst waar we mee beginnen is... Oh ja, waarom DC? Ja. Je hebt natuurlijk een aantal uh, veranderingen die er gaande zijn uh, in de maatschappij. Eh, een van de veranderingen is dat we meer en meer te maken hebben met uh, hernieuwbare energiebronnen zoals uh, zon en wind. Eh, uh, bijvoorbeeld uh, in 2021 hadden we ongeveer een dertigtal uh, terrawattuur uh, opwekking via uh, hernieuwbare energiebronnen. Tegen 2050 gaat dat waarschijnlijk drie tot vier keer het, uh, het huidige verbruik zijn. En van 120 uh, terawattuur gaan we dan naar uh, meer dan 240 terawattuur aan hernieuwbare opwekking. En heel veel van die opwekking gebeurt gewoon op DC. Hè. Zonnepanelen is een uh, DC-stroombron, maar ook windmolens gebruiken eigenlijk. Uh, Intern. Hè. Eerst gaan ze AC omzetten naar een uh, tussenspanning DC. Dus ook dat is een vorm van uh, DC-bron. Uh, een andere drijver voor die DC-netten is het uh, toename in het elektriciteitsverbruik. Hè. Dus dat gaat enorm uh, verhogen. Dat uh, heeft natuurlijk een aantal uh, redenen. Hè. Vandaag de dag gebruiken we. Maar 25% van ons uh, primair energieverbruik is elektriciteit. In de toekomst gaat dat fors toenemen tot 50%, 75% zelfs als je ook de indirecte uh, uh, bronnen gaat uh, meerekenen, zoals uh, waterstof en uh, e-fuels en zo. Uh, en een van de grote drijvers bijvoorbeeld is dat we eh, het transport willen gaan verduurzamen, dus we gaan veel meer uh, elektrische wagens hebben, veel meer elektrische trucks, maar ook onze warmteopwekking en gaan we meer doen via het verbranden van gas, maar via warmtepompen en andere uh, middelen. Dus dat is een uh ook een drijver, ja. Maar ook in de industrie zie je dat er een enorme toename gaat zijn aan het uh, elektriciteitsverbruik. Hè. Hier zie je bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit vandaag de dag dat er al uh, verbruikt wordt in bepaalde industrieën. En in het lichtblauw zie je dat hoeveel er hoeveel kan er gedaan worden via elektriciteit. En daar zie je dat in heel veel industrieën dat ja gewoon bijna 100% van de productie gewoon op uh, elektriciteit kan draaien. Zonder tussenkomst van, uh, mobiele, uh, van fossiele brandstoffen. En de, de donkerblauwe is waar we nu zijn? Ja, waar we nu al zijn. En wat, wat er vandaag de dag mogelijk is. Ja, dus ja. als ik even bij totaal kijk, zitten we op een kwart, zeg maar. een, derde to, een kwart tot een derde. Ja. Of een derde tot een kwart van wat we. Oh ja, dat staat er ook bij. 76% uh, hebben we nog aan ruimte. Ja, ja. 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 Dus het uh, kan, uh, kan nog veel beter dan uh, wat we vandaag doen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een uh, hoogoven. Hè? Vandaag de dag gebruiken we daar uh, kooks voor of uh, eventueel in een volgende stap uh, gas. Maar als je dat bijvoorbeeld helemaal met uh, waterstof en elektriciteit wil doen, ja, dan heb je al 650 megawatt constant nodig om je waterstof te gaan opwekken. Dus dat geeft wel aan dat er een enorme toename zal zijn in het verbruik om uh, elektriciteitsverbruik dan om dat soort van uh, oplossingen. Uh, ja, want, mogelijk te want dan ga je die waterstof als directe brandstof gebruiken. Ja, dan ga je die gebruiken in je hoogoven om ja. uh, het ijzererts te reduceren. Ja. Ja. ja, want daar heb je, omdat je daar zo enorm hoeveel energie, hoeveelheid energie nodig hebt, moet je een keer een, een gas hebben. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Ja, daar kan je niet met, uh, met alleen maar elektriciteit. Daar heb nee. je ook waterstof en zo voor ja. nodig. Klopt. Ja. Um, Want zo, zo geredeneerd is het dus ook apart om waterstof te gaan gebruiken voor gewoon transport. Voor, ja. uh, dus niet misschien, vrachttransport misschien dagen later, maar gewoon vervoer. Ja, zeker voor personenvervoer is het echt ja, niet te verantwoorden eigenlijk om uh, via waterstof te gaan oplossen. Daarvoor zijn er uh, efficiëntere paden. En dat, dat kan gewoon met uh, batterij-elektrische ja. wagens uh, beter opgelost worden. Ja. Ja. Um, en, en, en het, het probleem waar dat we dan tegenlopen, is dat hè, we hebben meer hè, toename in de elektriciteitsopwekking, maar die is variabel, hè, want afhankelijk van uh, wind en zon, hè, en je hebt anderzijds meer en meer elektriciteitsvraag. Om die twee toch met elkaar in evenwicht te brengen, gaan we meer en meer opslag nodig hebben. Hè, korte termijnopslag voor 2 tot 4 uur volast om de dag. Om uh, elektriciteit van de dag naar de nacht uh, te kunnen gebruiken of van de zonnige dag naar een mindere dag te kunnen gaan doen. Ja, dat gaan we via uh, batterijen gaan oplossen. Maar als we dan echt uh, over seizoenen gaan kijken, ja, dan hebben we iets van lange termijn opslag nodig. Dan hebben we iets nodig in de vorm van waterstof, ammoniak, uh, methanol, een, een lange termijn uh, drager van uh, elektriciteit. Of in ja, ieder geval van ook, energie. Van energie, ja, ja. op zijn minst. gaan ja, ja. we dat uh, nodig. Ja, want je kan ook aan warmte denken. Ja. ja, absoluut. Mm. Ja. Dus uh, uh, en als je die drie dan samenzet, eh, die hernieuwbare opwekking, die hernieuwbare elektriciteitsverbruik in uw warmtepompen, in uw elektrische wagen en uw manier van opslaan, dan zie je dat. Eigenlijk bijna al die toepassingen DC-toepassingen zijn. Hè. Je hebt DC-opwekking, je hebt DC-opslag in elektrolyzers, in, in batterijen. En je gaat het verbruiken ergens in, een, uh, in, een, een, in een, ergens iets wat rechtstreeks op DC draait, of met een DC-tussenkring. Maar je, je zou kunnen zeggen, al die dingen kunnen toch ook op AC? Uh, dat klopt, maar um, ja, dan heb je verschillende nadelen. Hè? Dan ga je uh, veel meer uh, energie uh, nodig hebben, hè? omdat je ziet in DC, kan je het efficiënter doen. Mm -hmm. Maar ook uh, omwille van je efficiëntie, dat heeft dan zijn consequenties die hè, nazinderen in op, op, op systeemniveau. En want als je. Minder efficiënt bent, dan ga je ook meer uh, zonneparken, meer windmolens nodig hebben. Je gaat ook uh, dikkere kabels nodig hebben, want DC is gewoon een, een uh, interessantere manier om elektriciteit te gaan uh, vervoeren. Hè, kijk maar naar HVDC kabels, die, die, die winnen het vandaag gewoon al van uh, AC kabels. Um, en en uh, je, je gaat dus niet alleen hè, meer. Uh, Energie moet opwekken, je gaat ook meer batterijen nodig hebben, je gaat meer lange termijn opslag nodig hebben, maar ook je omvormers zelf gaan minder duurzaam zijn, omdat je dan met die tweetrapsconversie van AC-DC en dan DC naar de, de correcte DC zit. Ja, ja. Dus, want het scheelt simpelweg zeg maar een conversieslag. Ja. Uh, en... En je hebt fors minder uh, materiaalgebruik, uh, ja. krijg je. En daardoor ook minder uh, slijtage en, uh, en fouten. Ja, ja inderdaad. Okay. Ja. Ja. Je gaat naar een uh, robuuster net toe. Ja. Ja. Uh, en hier ja, een paar voorbeeldjes ook gegeven van... kijk, gewoon in de huistuin en keek, kuik, uh, keukenomgeving... <laughs> Dan ga je zien dat uh, of het nu een zonnepaneel is of een warmtepomp of zelfs een wasmachine, een tv en een, een uh, inductiekookplaat. In heel veel van de gevallen zie je dat er eerst een slag is om uh, de, de 50 Hz AC om te zetten in een bepaalde DC-tussenkringspanning. En van die uh, vaste tussenkringspanning naar een variabele DC om je zonnepanelen te gaan. Uh, uh, gebruiken maar ook bijvoorbeeld variabele AC frequentie bijvoorbeeld een warmtepomp daar heb je ook een, een, een elektrische motor om je compressor bijvoorbeeld aan te drijven maar die werkt niet op die vaste frequentie van 50 hertz die werkt ergens op een variabele frequentie om ja, op zo'n efficiënte uh, mogelijke manier die warmtepomp te kunnen gaan gebruiken dus je zit daar eigenlijk op alles te werken behalve op 50 Hz AC, zo zou je het kunnen zeggen. Um, jij zegt hier nu, het, het gaat over de toename van DC gebruik, maar je zegt hier over de toename van vermogenselektronica. Ja. Wat is die wat is dat? Is dat hetzelfde of is het, wat wat? Het, het, het... ...is gewoon zo dat omdat we op zoek zijn naar altijd maar meer efficiëntere toepassingen... ...dat we overal omvormers gaan toepassen om op zo'n slim uh, mogelijke manier uh, alles te gaan gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld vroeger, dan zouden we gewoon een, uh, een, een, een waterpomp gewoon aangedreven hebben op 50 hertz. Die levert dan een constant debiet. Hebben we minder debiet nodig, dan gaan we er een smoorklep tussen zitten... Om uh, minder uh, water te gaan leveren. Wat dat natuurlijk enorm inefficiënt is. Want in plaats van mijn motor minder vermogen te laten opleveren, ga ik gewoon heel mijn systeem inefficiënt ja. maken. Ga ik remmen, gas geven en remmen tegelijk? Ja. ja. Terwijl als je dat doet, van ik ga op die waterpomp een omvormer zetten. zodat ik mijn debiet ja. zelf kan regelen. Ja. Ja, dan heb ik natuurlijk veel minder energieverspilling. Dat is gewoon een veel slimmere manier om. Met dingen om te gaan. En dat geldt eigenlijk hier ja. voor al die toepassingen. En die, en die slimmere manier is het is door, door de toepassing van vermogenselektronica? Ja, dankzij ja. vermogenselektronica kunnen we alles efficiënter en slimmer gaan gebruiken. Oké, okay. ja. want die vermogenselektronica pas je ook toe bij AC. Ja, absoluut. Ja. In... Zonder die vermogenselektronica kunnen we gewoon die efficiëntieslag niet maken. Nee. Ja, dus die vind je zowel in AC als in DC-netten terug. Mm. Nadeel is bij AC-netten dat we het in twee stappen moeten gaan omvormen, terwijl het in DC kan het gewoon in één stap ja. gaan gebeuren. Ja. 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 Okay. Um, en ik heb hier een paar voorbeelden gegeven om ook ja, duidelijk te maken ja, hoe ver dat, dat eigenlijk gaat. Eh, bijvoorbeeld zelfs een, een wasmachine of een droger, ja, daar zie je. In het groen eigenlijk hè, de DC-vermogen applicatie, waarbij dat vanaf een vaste DC-spanning wordt overgegaan naar een variabele AC-frequentie om uw om trommel aan te drijven, om uw pomp aan te drijven voor uw water. Uh, terwijl daar in een AC-net is daar nog een uh, conversieslag nodig om van AC over te gaan naar... Een uh, uh, DC-spanning in een DC-net zou ik dit deel gewoon achterwege kunnen laten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een uh, warmtepomp. Ook daar zit een uh, conversieslag waarbij ik van AC eerst naar DC uh, kan gaan. En dan ga ik van die vaste DC-spanning naar een variabele AC om mijn compressor bijvoorbeeld te gaan aandrijven. Dus in een DC net kan ik opnieuw dit hier gewoon allemaal uh, achterwege laten. Uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld... Ja, en dan is, dan is het voordeel nogmaals niet zozeer dat je minder energie gebruikt. Dat is ook zo, maar het ja. is zeker ook het materiaalverbruik en de eenvoudigheid van het systeem. Ja, ja. absoluut. En een mooi voorbeeld is hier bijvoorbeeld die uh, charger voor uh, elektrische wagens. Ja, dan heb je hier eerst ga je je AC moeten gaan omzetten in dc ja in, in veel toepassingen is 40 tot 60 procent van uw hele omvormer zit gewoon in die AC naar dc slag dus als we in een dc dc in, in een dc net gaan zetten dan kunnen we gewoon 40 tot 60 procent van die omvormer achterwege laten wat niet alleen kosten bespaart maar ook veel duurzamer is omdat we minder materiaal ja. in die omvormer ja. nodig hebben ja. Ja. Eh, uh, een mooi voorbeeld ook is bijvoorbeeld eh, datacenters, wat er in Nederland toch uh, meer en meer uh, voorkomt. Ja, daar zie je ook dat dat opnieuw eerst omzetten is van AC naar DC, maar dat eigenlijk het grootste gedeelte van dat datacenter ja, dat draait al op DC. Dus waarom dan eh, eerst mijn zonnepanelen om gaan zetten naar AC en dan later naar uh, DC, als ik het beter rechtstreeks kan omzetten van uh, de ene DC ja. naar de andere DC? Eh, en, uh, en dan zie je ook direct eh, uh, hoeveel er te winnen valt qua energie-efficiëntie. Eh, uh, bovenop de, de duurzaamheidsefficiëntie of de materiaalefficiëntie. Als je bijvoorbeeld je zonnepanelen rechtstreeks gaat gebruiken in je wasmachine. Ja, als ik hier 3% win en daar 3%, ja, dan win ik 6%. Maar als ik het dan ook nog eens opslag ga bijnemen. en ik ga van hm. mijn PV naar mijn batterij en van mijn batterij naar mijn toepassing. Ja, Dan ben ik zo 12% van mijn energie gewonnen door mm -hmm. gewoon minder conversieverliezen. Mm -hmm. ja. Dat is op zichzelf nog een heel studieobject. Want je hoort daar zoveel verschillende dingen over. ...van ja. Dat het, 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 het energieverlies door de conversieslagen, dat is verwaarloosbaar. Terwijl jij komt hier nu met 12%. Dat, zou, dat is toch wel vrij fors. Ja, het is natuurlijk ook enorm afhankelijk van de situatie. Hè? In residentiële omgevingen heb je. Um, in gewoon woningen en, en kantoren. In woningen ja. en kantoren en ja. zo zie je dat, er, uh, en dat, dat, dat zonnepanelen of zo, dat, dat die te weinig spanning hebben om in één keer naar uh, AC omgezet te gaan worden. Dus daar ga je heel veel winst kunnen behalen. Terwijl op industriële toepassingen, uh, daar kan het zijn dat je het rechtstreeks naar AC kan omzetten en is de winst kleiner. Maar dan ga je bijvoorbeeld wel zien dat. Uh, ja, dat er wel een slag kan gemaakt worden door, uh, doordat die omvormer toch nog efficiënter wordt en minder complex in een uh, DC. Hm. Dus er, uh, bijvoorbeeld voor zonne-omvormers zien we vandaag de dag al bijvoorbeeld dat een omvormer die DC omzet naar DC ongeveer een derde goedkoper is dan dezelfde AC-DC-omvormer. Van, uh, per, in euro per kilowatt. Dus, ja, en dus, dat is hè, dan niet een kwestie van schaalvoordeel, dat is puur een kwestie van minder materiaalgebruik. Ja, ja. ja inderdaad. Daar zie je dat vandaag ja. de dag al dat die winst er is. Hè. Ja. Hè, um, ook, ik heb hier bijvoorbeeld de vergelijking gemaakt tussen een, een kabel, hè, mm -hmm. want dat is ook wel belangrijk, dat hè, we moeten die, trans uh, die energie natuurlijk, die elektriciteit, we moeten altijd maar meer en meer elektriciteit gaan transporteren, want die elektrificatie gaat verder. En hier heb je bijvoorbeeld een uh, driefasige kabel, 3 uh, drie keer 150 vierkante millimeter met een neutrale geleider. En In AC-kabels uh, hebben we dan een, uh, een systeemaarde die eigenlijk uh, rond uh, de kabel is, dat is de, de mantel. In uh, DC kunnen we eigenlijk dezelfde hoeveelheid. Vermogen gaan transporteren met eigenlijk een ader die op zich al een iets kleinere sectie heeft, maar waar, vooral waar je er dan maar uh, twee van nodig hebt. Uh, je kan je neutrale geleider ook kleiner maken, want uh, DC-netten zijn meer geëngineerd, dus je hebt minder uh, last van onbalans. Dus je kan je daar. Permitteren om die neutrale geleider iets kleiner te maken. Je hebt wel, hè, eerlijk is eerlijk, het nadeel dat in dc netten heb je een, uh, een systeemaarde en een schone aarde. Dus je hebt wel het nadeel dat er een bijkomende uh, aardgeleider gaat bijkomen. Maar zelfs als we die meenemen, kunnen we gemakkelijk 40% op de kabel besparen. Die moet je even uitleggen: die systeemaarde en de gewone aarde. In... Um, in DC-netten gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat we twee verschillende aardes hebben. Dus we hebben een systeemaarde die rechtstreeks verbonden is met de aarde. En die gaat er eigenlijk voor zorgen dat externe invloeden buiten ons uh, DC-net blijven. Dus uh, blikseminslagen, maar ook EMC-storingen. Die worden door die buitenste uh, schil... EMC? Uh, elektromagnetische Ja interferentie, ik zou eigenlijk EMI moeten zeggen, hè? elektromagnetische interferentie. Op ja, want je noemde de oplossing. Ja, ja de EMC is de oplossing, ja. EMI is het uh, probleem. Ja. Ja. Uh, dus de, de EMI moet ik gaan uh, buiten houden en dat doe ik met die uh, systeemaden uh, die soort van kooi van Faraday vormt rond heel mijn uh, DC net. En die schone aarde, die tweede PE, die ga ik eigenlijk uh, gebruiken om ervoor te zorgen dat alles qua lekstromen, foutstromen, dat die door die schone aarde gaat. Zodanig dat als die optreden, dat die lekstromen binnen mijn DC-net blijven en dat er geen uh, lekstromen via mijn uh, systeemaarde, via mijn acht. Echte aarde gaan vloeien, want dan krijg ik galvanische corrosie en zo, en dat wil ik absoluut vermijden. Wat kun je zeggen dat als er corrosie optreedt, dan zit er op die systeemaarde iets fout? Ja, dan uh, heb ik mijn scheiding tussen schone aarde en systeemaarde niet goed gedaan. Of, en, of, meestal, of soms maar één aarde. Of als ik er maar met maar één aarde zou ja. doen, dan zou ja. ik dat. Uh, maar is dat ook in de kern gewoon de oplossing voor corrosie? Ja. Een deel van de oplossing is wel om die ja. twee aardes eigenlijk gescheiden te houden. Dus dit was eigenlijk ja. een, ook even een heel kort webinar tussendoor over hoe los ik corrosie op. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Oké, okay. zeker. In en deel. en ja. uh, je, je hebt hier die twee kabels even groot getekend, maar je, hoorde ik jou net goed dat dit 40% minder ja. kabel is wat je ja. nodig hebt voor dezelfde uh, hoeveelheid uh, vermogen door ja. de kabel. of... Sorry, 40% minder om dezelfde hoeveelheid vermogen uh, er doorheen te jagen. Ja. Of met dezelfde oppervlakte 40% meer energie erdoor ja, kan. Klopt. Ja. Ja. Dus als je, als je zegt uh, uh, wat er nu ligt, daar zou je uh, gelijkspanning doorheen sturen. Dan kon je de 40% meer uh, daarin kwijt. Of, of is dat weer te eenvoudig gezegd? Want het is een ander soort kabel. Ja, het is, dat, en daar. Vriend het schoentje, is dat je hebt natuurlijk uh, een heel andere structuur in je kabel hebt. Hier hebben we drie fases en een neutrale geleider. Ja. In dit ja, hebben we ook vier kabels, maar het zijn twee polen: het is één neutrale en één aarde. En ik mag natuurlijk die niet zomaar uh, gaan hergebruiken, want je hebt natuurlijk bepaalde normen, je hebt bepaalde kleurcodes afgesproken. En het zal natuurlijk niet te verantwoorden zijn om te zeggen van ja, een van die draden wordt dan de, de schone aarde. Maar de monteur weet, die kan niet op het zicht zien welke van de drie het is. Ja, dat kan alleen maar tot ongevallen leiden. Dus het is mogelijk om uh, kabels uh, te hergebruiken. Maar feitelijk, eerlijk gezegd, is het beter om nieuwe kabels in de grond te gaan stoppen voor uh, decennia. Maar dan wel het oude koper te gebruiken. Ja, oude koper <laughs> kan uh, hergebruikt ja. worden, dat is zeker. Ja. 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 Okay. Maar dat is nogal wat, hè? 40% efficiënter eigenlijk. Ja. Ja, 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 dat is een enorme uh, ja, efficiëntieslag in, in uw materiaalgebruik ja. dat je kan maken. Ja. Ja. Hoe komt dat dan dat, als het gaat om het transport van elektriciteit... Uh, dat niet gewoon gebeurt? Daar heb je te maken met een soort van uh, boog, hè, waarbij je kijkt. Hè, je kan aan de hele grote vermogens denken, hè, bijvoorbeeld aan een NorNet-kabel. Als ik een verbinding tussen Noorwegen en, en Nederland ga opzetten, ja, dan is er niemand die er nog over twijfelt, die denkt van. Ja, DC is daar gewoon, HVDC is daar gewoon de beste oplossing om die kabel te gaan uh, maken. En aan de andere kant heb je bijvoorbeeld hè, een laptop, een scherm en zo, alle elektronica. Ja, daar is iedereen het ook over eens dat we dat gewoon op DC doen. Hè. Er is niemand die gaat zeggen van uh, ik ga mijn intern mijn laptop op AC gaan maken. En wat we zien is dat... Die twee werelden komen steeds dichter en dichter bij elkaar. En nu zijn we bezig met eh, laagspanning op DC te zetten. Maar in de toekomst gaat er dan zeker ook meer uh, middenspannings dc komen. Zodat die twee velden bij elkaar komen en dat je een groter deel van de oplossing op DC kan doen. Ja. Maar we zijn in de tussentijd wel volop aan het discussiëren over uh, de zwaarte van het net in Nederland. Ja. Uh, en waarschijnlijk ook in, uh, in andere landen. Ja. Uh, Klopt. Begrijp ik jou dan goed dat je zegt. We moeten opletten dat we daar niet een hele grote fout maken door de verkeerde kabels te gebruiken? Of... Um, ja, het, het zou alleszins aan te raden zijn om goed na te denken van wat wil ik in de toekomst met mijn netten gaan doen. En nu al goed na te denken: van als ik netuitbreidingen doe, wil ik die nog op AC doen? Of ga ik al direct zoveel mogelijk op op zijn minst mijn backbone op dc gaan liggen zodanig dat ik later snel de aanpassing naar dc netten kan doen ja ja oké ja okay, yeah. dus, okay. uh, ja um, ja en dan hè, uh, je vroeg daar in het begin al van hè, uh, uh, ja dc als essentiële bouwsteen in de in de energietransitie en, en daarbij is het, het antwoord hè, in meerdere stappen. En een van die stappen, de, de stap die we nu ge, gezegd hebben, is: Oké, okay, uh, DC is zeker en vast nodig. Maar het gaat verder dan alleen maar die gelijkspanning. Het heeft ook te maken met uh, het feit dat we microgrids uh, gaan gebruiken. Eh, we... Want in microgrids en gelijkspanning, is dat hetzelfde? Uh, nee, uh, 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 dus de, de, de DC is het, 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 uh, is het uh, gebruik maken van gelijkspanning. Je uh, vorm van je spanning is gewoon uh, op 0 hertz. Microgrids heeft meer te maken met de manier waarop je je distributie, je transport van elektriciteit gaat inrichten. En dat ga je doen via een, een microgrid, eigenlijk een net dat... Uh, slimmer is dan uh, het gewone net dat heel top-down is en erop vertrouwt dat de bovenliggende laag aanwezig is om alle voeding te geven en ook al mijn overtollige energie uh, weg te sluizen naar uh, boven toe. In een microgrid gaat eigenlijk ervoor gaan zorgen dat ik de netbeheerder ga helpen, hè? want uh, de netbeheerders ja die zitten te worstelen met die energietransitie en ja, ze moeten meer en meer uh, elektrisch vermogen gaan leveren aan klanten, maar ze moeten ook meer en meer aansluitingen doen voor wind op zee bijvoorbeeld, ja, enorme uitbreidingen die daarop dat uh, net uh, bezig zijn, terwijl we met microgrids kunnen gaan zeggen van kijk, laten we die netbeheerders, uh, hebben ze nog Absoluut nodig hè. en ze zijn essentieel, maar laten we uh, ze op zijn minst helpen om een deel van de problemen te gaan opvangen. En bijvoorbeeld door piekverbruiken uh, op te vangen, maar ook door meer en meer uh, lokaal energie te gaan opwekken en opslaan, zodat ik zoveel mogelijk zelfbedruipend ben en minder afhankelijk ben van het bovenliggend net. Eigenlijk. Ja, maar eigenlijk is dat ook een vorm van netbeheer? Ja, een microgrid moet ja. ook beheerd worden. Ja, dus er ontstaat eigenlijk een, een nieuw vak. Ja. Je hebt nu het vak van netbeheerder, maar je krijgt, we gaan misschien toe naar netbeheerder uh, hoogspanning en netbeheerder laagspanning. Microgrid beheer. Ja. Ander vak, denk ja. ik. En, en dat je ook meer in eigen beheer gaat gaan. Hè? Dat je meer. Uh, ja... Maar beheer blijft. Ja, beheer blijft, <laughs> absoluut. Ja. Ja. Dus uh... ja. En uh, ja, ook een mooi plaatje hè, dat uh, van uh, Jan-Willem Zwang van uh, Strategy heeft uh, gemaakt. Uh, bijvoorbeeld hier zien we de, de prijs op de, uh, op de spotmarket van de voorbije jaren. In 2000... Het is niet zo goed leesbaar, je moet hem nee, even toelichten, denk ik. Het is een uh, klein lettertype, <laughs> maar in uh, 2019 was de prijs nog ongeveer hè, 30 euro uh, per uh, megawattuur. In 2020 is die gestegen tot boven de 100 euro per megawattuur, gemiddeld over een heel jaar. En in 2022, met de energiecrisis, steeg de prijs zelfs naar 240 euro per megawattuur. Hopelijk gaat dat de komende jaren afvlakken en gaan we eerder ergens tussen die 30 en 100 zitten dan op die pieken van. Maar even voor de duidelijkheid, dat is de prijs van de duurste productiewijze. Ja. Inderdaad, omdat we via meritorder werken. Dit is de dus prijs eigenlijk van meestal in gascentrale en ja. zo. Ja. Maar die, dat is wel de consumentenprijs. Dat is wel de. Uh, ja. ja, bij de consumentenprijs komt dan ook nog eens uh, transportkosten bij, distributiekosten ja. erbij. Dus die zijn nog drie keer ja. zo hoog als wat je op ja. de op de markt. Maar daad. die zijn ja. relatief gezien gedaald. Ja, in Inderdaad. het aandeel. Ja, ja. ja. dus uh, ja. Uh, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, wat je zelf kan gaan opwekken, hoeveel dat, dat kost, ja, dan zit je met prijzen die ja, ten eerste alsmaar dalen en ook relatief uh, goedkoop zijn. Hè? Bij wind op land en met uh, zon uh, zit je aan ongeveer 50 euro per megawattuur. Qua opwekking, als je dat vergelijkt met die 240 euro per megawattuur. Ja, dan zou ik als bedrijf ook wel uh, graag mijn eigen zonnepanelen hebben, omdat dat gewoon helpt om mijn uh, energiefactuur te verlagen. Ja, je hebt hier aan uh, zeg maar alternatieve opwek, uh, dus alternatief ten opzichte van gas, ja. heb je uh, kernenergie niet opgenomen. Ja, Hè? Hoe, 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 hoe zit die hierin? Kernenergie is op zich om uh, te bouwen en te exploiteren. Iets, als je dan kijkt naar de totale elektriciteitsprijs, iets duurder. Eh, dus die zit rond de 7, 8 uh, eurocent per kilowattuur. Terwijl daar bij die uh, hernieuwbare energie 5 cent. Maar uh, ja, je moet er wel heel het plaatje meenemen. Bij zon en wind ga je ook veel meer moeten gaan balanceren om ervoor te zorgen dat. Uh, vraag en aanbod uh, met elkaar in evenwicht zijn. Dus dat gaat wel iets hoger liggen dan die 5 cent die hier staat. Ja. Simpelweg, er moeten gewoon nog batterijen tussen. Ja, er ja. moeten nog batterijen tussen. Die ontbreken ja. dan in het plaatje. Ja. Ja. En, uh, je, maar je zou kunnen zeggen: als je een mix hebt tussen zon, wind en kernenergie, dan balanceert die kernenergie. Uh, nee, kernenergie zijn meestal niet gemaakt om te balanceren. Dat is meer, uh, meer constant output en die kan wel okay. traag variëren. Maar uh, ja, zeker als je blijft zitten met heel veel zon en wind en, en een deel nucleair, dan ga je nog altijd die batterij nodig hebben. Want die nucleaire energie gaat nooit in staat zijn om ja, heel vlug die zon en wind op te vangen als die plots wegvallen. Daarvoor heb je iets nodig dat snel kan. Uh, bij een afschakelen. Ja. Dan moeten we de kosten van die batterij maar bij de kernenergie tellen. Ja. <laughs> uh, ja. En dan misschien nog iets zeggen over die. Uh, uh, ja, we hebben nu ergens iets gezegd over uh, microgrids. Ja. Maar het, het gaat ook verder dan uh, die. Uh, die gewone microgrids, het, het gaat ook over het feit dat het actieve uh, DC microgrids zijn. Vo voordat je daarop ingaat, hè? Ja. Van, wat is de schaal van zo'n microgrid? Is, is bijvoorbeeld mijn huis een microgrid of is dat de gemeente waarin ik woon? Of wat is, waar, waar praten we over? Uh, microgrids, dat, dat kan bijvoorbeeld een, een woonwijk zijn. Hè? Dat is een laagspannings uh, microgrid, daar kunnen we naartoe gaan. Dat kan een straat zijn, dat kan een bedrijventerrein zijn... Uh, maar dat kan ook zijn, als we gaan kijken naar uh, als er later middenspanningsmicrogrids komen, dat kan een hele gemeente zijn of een hele cluster van terreinen. Dus dat kan zowel klein zijn als heel groot. Dus de definitie daarvan is nog, een, die, die, dat is dus nog niet duidelijk gedefinieerd. Wanneer is het nou een microgrid? Um, het is gewoon flexibel. Het kan heel klein zijn en het kan heel groot zijn. Ja. Maar kan Nederland ook een microgrid zijn? Um, ja, uh, in extreme vorm zou je het dan uh, kunnen zeggen. Maar ja, dan, dan heb je natuurlijk wel uh, een heel groot uh, microgrid. Ja. Maar het is altijd een microgrid in een microgrid. Ja. Het is uh, altijd een gelaagdheid. Ja, er zit een zekere gelaagdheid in. Dat je zegt van ik heb een, een middenspanningsnet met daarin kleinere uh, laagspanningscellen ja. en zo. En in ja. mijn. Hoogspanningsnet en in de NV Nederland zitten dan heb ik een, een topnet van Tennet... maar ook daar gaan verschillende, heel veel honderden uh, cellen op middenspanning gaan ja. zitten. En zo. Ja. zo'n zo microgrid is altijd verbonden met zeg maar de bovenliggende schaal, als het ware. Ja, um, is dat dan ook letterlijk met één touwtje verbonden of uh, zijn microgrids met vele touwtjes met vele andere microgrids verbonden? Bij microgrids kunnen ze wel on-grids zijn hè, en dan, dan kunnen ze met meer, op meerdere punten ingevoerd worden, hè, ook om die, om die redundantie en die robuustheid te verbeteren. Hè. Ga je bijvoorbeeld een gemeente ga je niet vanuit één punt voeden, je gaat ervoor zorgen dat er twee, drie, vier, vijf punten zijn waarop de gemeente kan gevoed worden, zodanig dat als er iets mis is met één punt, dat je uh, kan verder blijven draaien. Maar een microgrid kan ook off-grid zijn. Hè. Het kan zijn dat er ergens iets misgaat in uw middenspanningsnet. En dan kan je zeggen van kijk, mijn, uh, mijn laagspanningsmicrogrid, mijn wijk met zijn wijkbatterij, ja, die laat ik gewoon zelfstandig doordraaien. En als ik dan voor zie, een poosje? Voor een poosje, hè, een ja. paar uur misschien. Ja. Ja. En ja. als het net bovenliggend net zich dan herstelt, dan kan ik terug gaan uh, inschakelen. Ja, maar ja. Het, een, een microgrid is dus niet hetzelfde als autarkisch. Nee, nee, nee. Dus uh, dat ze ook qua systeemoptimalisatie, uh, het, het is voor een deel zelfstandigheid, maar ook voor een deel toch vertrouwen op het bovenliggend net. Ja. ja, ja, maar niet meer 100% afhankelijk. Nee, wat, wat nu de situatie ja. eigenlijk ja, is. Ja, inderdaad. Ja. ja. Okay. Dus uh, voor een deel afhankelijk en voor een deel... Dus dat is microgrid ja. en dan nu het actieve deel ervan? Ja, het actieve deel dat, dat, dat slaat eigenlijk op een aantal dingen. Hè. En ja. een, een eerste invulling daarvan is dat je gebruik gaat maken in plaats van passieve beveiliging die uh, zelf niks meet, maar die gewoon uh, doorbrandt of afslaat, zoals een uh, vermogensschakelaar of een uh, zekering. Dat je gaat gebruik maken van solid state beveiliging. Die eigenlijk alles, de stroom gaat meten, de spanning gaat meten. En op basis daarvan gaat beslissen, zelfstandig. of dat hij moet afsla uh, afschakelen, ja of nee. Of opschakelen. Of opschakelen. Ja. Waarbij die ander aan of uit is, is het hier eigenlijk traploos? Ja, inderdaad. Dan ga je meer uh, uh, yeah, een beetje uh, slimmer gaan kijken naar. Uh, wat er moet uh, gebeuren uh, en, en dat heeft veel voordelen hè. bijvoorbeeld doordat ik gebruik maak van actieve uh, beveiliging heb ik wel nog kortsluitingen maar als er dan een kortsluiting optreedt dan ga ik niet meer die traditionele kortsluitstromen van een paar 10.000 ampère hebben ik ga uh, dichter tegen de nominale stroom zitten waardoor ik mijn uh, kabel bijvoorbeeld helemaal anders kan gaan ontwerpen. Ik kan ervoor zorgen dat ik met een dunnere kabel uh, toe ga komen. Uh, wat Laurens McKay bijvoorbeeld heeft gerekend is een heel mooi voorbeeld. Waarbij dat hij zegt: van kijk, als ik nu meer aan die kortsluitstroom uh, moet voldoen om mijn zekering of mijn installatieautomaat te laten doorslaan, ja, dan kan ik die kabel voor mijn openbare verlichting gewoon tien keer kleiner maken. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar wel een voorbeeld wat wat je kan bereiken met uh, actieve beveiliging. Hm. Dus uh, ja. Um, en een bijkomend voordeel is dat uh, ik kan eigenlijk opnieuw gaan nadenken over hoe kan ik mijn net gaan, uh, gaan, gaan configureren, gaan maken. Hè? Nu zitten we heel veel te maken met, en zeker op laagspanning doen we alles op een radiaal net. Dus je hebt één invoerpunt en we hebben allemaal kabels die uh, aan dat ene invoerpunt via één punt uh, verbonden zijn. Uh, een soort ster. Een soort ster, een sterconfiguratie, ja. inderdaad. Ja. Ja. Terwijl bij DC-netten zou ik kunnen gaan nadenken: van... Ja, waarom zou ik niet gaan gebruikmaken van eh, uh, mm. twee onderstations, twee mm. invoerpunten? Waarbij ik mijn net in een ring aanleg. En dan kan ik ook vanuit twee punten gaan voeden. Dus ik kan mijn vermogen ook over. Twee uh, richtingen gaan verdelen, waardoor ik bovenop mijn 40% besparing nog een paar tientallen procent zou kunnen besparen, door, uh, ja, door, door gewoon die andere configuratie, dat ik nog meer kan gaan uh, besparen. En het is robuuster, want als een van de twee onderstations uitvalt, kan ik via het andere nog altijd uh, verder blijven draaien. Maar zelfs als ze alle twee uitvallen, ja, dan heb ik echt de definitie van een de microgrid... dan kan ik echt een paar uur... of in de juiste ja. gevallen een paar dagen verder... Ja. zonder bovenliggend net. Ja, ja. Afhankelijk van het vermogen van je opslag. Ja. ja. Inderdaad. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, een, je kunt wel een paar kenmerken noemen van een, uh, van een microgrid... ...en één daarvan is dat het het vermogen heeft om enige tijd zelfstandig te draaien. Ja, inderdaad. Ja. Hmm. Je hebt een soort van UPS-functionaliteit op, op wijkniveau, op het, op het niveau van je bedrijventerrein... ...waardoor je blijven kan doorgaan zonder je ja. uh, netbeheerder eigenlijk. Ja. Ja. En dat heeft ook als voordeel dat als er wat mis is, dan hoeft niet de netbeheerder midden in de nacht te komen... Ja. Uh, maar die kan hem morgens half negen uh, ja. ga, eens gaan kijken klopt ja. Ja. Hey, we, we zitten met een tekort aan, aan, aan monteurs, aan geschoolde mensen hè. en ofwel kunnen we die in gaan zetten om problemen instantaan uh, en ter plekke gaan uh, verhelpen ja. of we kunnen kijken naar slimmere netten die ja. zeggen van ja kijk die monteur die is uh, binnen een uurtje uh, ook beschikbaar dat we die dan gebruiken ja, ja. In plaats Precies. van uh, in het holst van de nacht. Ja, dat ja. ja, is ook niet de leukste baan, althans, lijkt mij. Nee, <laughs> ja. inderdaad. Ja. Uh, ja. En wat ook uh, mooi is, hè, dat is uh, het tweede puntje, is dat we die actieve netten, die zijn ook voorzien van monitoring, mm -hmm. zodanig dat ik kan gaan kijken naar uh, wat is de toestand uh, van mijn net, wat zijn mm -hmm. de power flows in mijn net. Uh, en dat ik ook ergens vanuit een uh, bedieningslokaal centraal kan gaan kijken van uh, moet ik nu misschien een sectie in of uitschakelen of als er een fout is geweest dat ik gewoon ter plekke kan gaan na, uh, uh, of uh, centraal kan gaan nakijken van wat is er misgegaan welke uh, secties kan ik uh, opnieuw uh, uh, veilig kan gaan sluiten zodanig dat het herstellen van de van de stroomvoorziening veel sneller kan gebeuren in een paar minuten in plaats van een paar uur die we uh, nu soms nodig hebben. En ook uh, een mooi voorbeeldje hier is dat ook uh, waarom dat die monitoring van die powerflows nodig is. Ik heb hier bijvoorbeeld een net uh, uh -huh. en dat is sta in staat om bijvoorbeeld overal uh, 200 ampère te gaan distribueren. Uh, ik heb twee uh, netten waarbij dat er een overschot is aan energie en die injecteren 150 net. En die individuele beveiliging hier, die gaat zeggen, oké, okay, dat zit onder de 200 ampère. Ja, dus die blauwe lijn, die kan overal 200 ja, ampère hebben? Ja, die kan ja. overal 200 ampère hebben. Dus die beveiliging hier, hè, want die zit telkens aan het begin van de sectie, die gaat zeggen van geen probleem, het is maar 100 ampère. Ook bij de verbruikers ga je zien van maar 100 ampère afgenomen, geen enkel probleem. Nee. Naar een bovenliggende netto ook maar 100 Ampère. Dus er is geen enkele beveiliging eigenlijk hier. Maar die is toch ook niet nodig daar, hè? want het loopt toch ja, allemaal prima? Dat lijkt zo, tot als je eigenlijk naar de powerflow gaat kijken. En dan zie je dat in de eerste sectie groeit, hon, vloeit 150 Ampère. Hè? Ja, daar oh ja, komt er 150 maar, bij. Ja. Nou, die volgende sectie, komt er dan nog eens 150 ampère, heb ik over een kortstondig deel van mijn ring, ja. heb ik daar 300 ampère lopen. Ja. En ja. het wordt niet opgemerkt door mijn beveiliging. Ja. Niet door mijn passieve beveiliging, niet door mijn actieve beveiliging. Ik heb gewoon iets van powerflow uh, nodig om dit soort van problemen te kunnen gaan uh, opsporen. En uh, voordat je dat opspoort, wat gebeurt er als je het niet opspoort? Maar ja, als je het niet opspoort en, en die uh, stroom blijft te lang vloeien, dan gaat mijn kabel ofwel veel sneller verouderen dan voorzien. En uh, ik dacht dat die 40 jaar ging meegaan en na vijf jaar is hij al versleten. Of in het ergste geval gaat hij gewoon doorsmelten. Dan krijg ik gewoon een foutstroom, een kortsluiting in mijn kabel. En dan weet ik ook niet waar die zit. Nee, inderdaad. Ja, Kan ik daar ook achter gaan? Dus, ja, uh, ja, ja. oké. Okay. En wat doe je dan met actieve monitoring? Bij die actieve monitoring kan ik eigenlijk al die verschillende onderdelen gaan uh, inlezen. Mm -hmm. Kan ik dan gaan zien, uh, wat gebeurt er dan uh, in de verschillende onderdelen? En dan ga ik die gaan samenwerken en dan ga ik daar een, een powerflow-programma achter zetten om te gaan uitrekenen van wat is nu mijn powerflow doorheen mijn net om juist dat soort van toestanden te kunnen gaan uh, opsporen. Ja. Als ik... Ik weet het niet, maar dit klinkt ook als een ontwerpfout. Um, eigenlijk, ja, het, het zou wel mogen, want op zich zijn, uh, is er overal aan, aan de grenzen voldoen, uh, voldaan. Uh, alleen moet je misschien wel ergens iets van energy management of zo gaan toevoegen, juist om dit soort van hè, uh, fouten eigenlijk, want dit is het eigenlijk, hier ga je een fout uh, creëren, dat je die op voorhand al gaat opsporen en tegen die twee gaat zeggen van kijk er is eigenlijk te veel afname en jullie produceren te veel dus jullie moeten iets gaan minderen om ervoor te zorgen dat er daar minder belasting op die kabel komt. Maar op het, even mijn simpele verstand als je daar twee keer 100 ampère nodig hebt. Ja. Want dat is, dat is de, de vraag is. Die, 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 die heeft gewoon dit nodig. Ja, ja. En er kan maar uh, volgens die kabel 200 maximaal door. Uh, je gaat 300 produceren ja. uh, bij elkaar. En stel dat je dat dan monitort, dat dit gebeurt. Ja, wat doe je dan? Ja, dan ga je toch. Uh bij die producenten moeten zeggen van kijk, ofwel ga je nu tijdelijk een deel moeten gaan opslaan. Hè, ja. Want misschien had je dit wel kunnen voorzien dat, dat er een piek ging zijn, een kortstondige piek. Uh, kan je vragen van eh, ga meer eigen opslaan en ga het dan later afgeven. Of je kan gewoon zeggen van sorry, maar je, je productie is te groot. Je moet nu eh, uh, gaan verminderen om ervoor te zorgen dat er uh, geen overbelasting is op je net. Ja ja dus, dus je gaat daarnaast op basis hiervan ga je sturen dat betekent niet dat je kabels moet gaan vervangen dat is niet wat je bedoelt nee nee, nee. het is ja, je je monitort ja. om het gebruik ja. in het systeem te reguleren ja om er eigenlijk voor te zorgen dat je ja. geen hele netten op één kortstondige piek ja. gaat moeten uitleggen maar dat je meer gaat kijken van kijk wat heb ik nodig om in het grootste gedeelte van de tijd toe te komen. En als er ja. dan een piek optreedt... welke maatregelen ja. ga ik dan nemen om ja. die piek ja. uh, op te vangen? Ja. ja, want het is best lullig natuurlijk wat je zegt. Als je dit niet in de gaten hebt en na een jaar of vijf blijkt... Ja. Uh, dat, Ja, en dan? Dan heb je met z'n allen toch een probleem... en er is niemand eigenaar van het ja. probleem. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. We gaan meer op systeemniveau moeten gaan ja. uh, denken en minder op... Ja. Individueel uh, niveau. Ja. Maar dat is het pr hele principe van zo'n microgrid: hè? dat dat een systeem is. Ja, inderdaad. Wat je, wat ja. je als systeem managed. Ja. Ja. Uh, ja. Eh, wat, eh, wat daar uh, essentieel ook is. in. Een eh, interessant wel. plaatje. Moet ja. Ik eh, dat is dus, uh, eh, uh, zoals tijdens de presentatie ook uh, gezegd, eh, Nelson, die uh, zei dus tegen zijn Kapitein zat hij, hè, in tegenstelling tot uh, zijn tegenstanders, vertrouwde hij op zijn kapiteins om ervoor te zorgen dat als er een slag was, dat zijn kapiteins zelfstandig nadachten en zelf actie ondernamen om ervoor te zorgen dat ze zouden winnen. Uh, en dat ze niet, hè, uh, het, was, het was geen autoritair man die, die, die alles strak uh, wou bevelen, en uh, vertrouwde echt op zijn kapiteins. En in een DC-grid is dat eigenlijk hetzelfde. Hè. We gaan veel meer het vertrouwen stellen in onze omvormers. We gaan een power management introduceren. Hè. Dat werkt autonoom op alle omvormers. Dus zowel op de omvormen die het net uh, gaat voeden, als op uw PV-omvormers, als op uw omvormen van uw warmtepomp, van uw elektrische wagen, die dat uh, de, aan de verbruikers kant. En we gaan er eigenlijk voor zorgen dat al die omvormers zelfstandig kunnen uh, reageren op uh, de spanning. Dus de toestand eigenlijk van het net. Hè. Als mijn spanning heel hoog is, dan weet ik dat hè, er is een overproductie is in mijn net Dan kan ik bijvoorbeeld gaan zeggen van in eerste instantie, ik ga eerst mijn, mijn wagens sneller gaan laten uh, opladen om meer verbruik te gaan creëren maar ik kan ook tegen mijn zonnepanelen zeggen van uh, of tegen mijn batterij zeggen van ga opladen en als dat niet helpt kan ik tegen mijn zonnepanelen gaan zeggen van kijk jullie mogen nog wel produceren maar produceer dan hmm. net zoveel dat de netspanning binnen de limieten blijft hmm. en ga daar dan niet over. Hmm. Het is eigenlijk het principe van water loopt altijd naar het laagste punt. Ja, ja, dat je uh, ja, de, 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 dat je ervoor gaat zorgen dat um, ja, het laagste punt is dan eh, je, je, je verbruikers, dat die eerst zoveel mogelijk gaan doen, dan je, dan je opslag, je batterij, ja. en dan pas ja. uh, op laatste ga je zeggen tegen je ja. bron, welke het ook is, van ga een beetje gaan dempen om uh, ja. geen overspanning te gaan uh, veroorzaken. Ja, want dat is dus uh, power management? Ja. Dus power management is het, het managen van de momentane hoeveelheid energie. Ja, ik ja. kan het een beetje vergelijken met een, uh, hè, een rallywagen met een piloot en een copiloot hè. De piloot, die moet altijd ervoor zorgen hè, dat er niet op een boom wordt gereden. Dus die moet eigenlijk het ogenblikkelijke. Uh, ervoor zorgen dat dat in orde is, dat is je power management. Ja. En je power management die gaat ogenblikkelijk reageren op. Er is hier iets mis, dus er is actie nodig. Terwijl energy management, dat is meer de co-piloot, dat is de planner, mm -hmm. die gaat kijken naar eh, uh, hoeveel elektriciteit heb ik vandaag eigenlijk nodig, hoeveel gaat er opgewekt worden. Misschien wordt er morgen veel meer elektriciteit opgewekt. en kan ik dan mijn, beter mijn batterij gaan volladen. Mm. Dat soort van beslissingen, dat zit dan bij uw energy management. Dus het is een samenspel van die twee eigenlijk, ja. die zorgt voor optimalisatie. Ja. ja. Dus uh, en hier heb ik ook Slimme nog... man die Nelson, hè? Ja, inderdaad. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Hier heb ik ook nog een mooi plaatje van uh, van Dennis. Um, waarbij dat hij bijvoorbeeld zegt van kijk, um, als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld het, uh, het opladen van een batterij en ik doe dat op een uh, domme manier, als ik dat dom ga doen, dan ga ik mijn batterij al gaan beginnen opladen van zodra er zon is. Maar dan uh, is mijn batterij al opgeladen tot op het moment dat eigenlijk de piek van de zon er komt. Dus ik heb wel... Mijn batterij gebruikt, maar ja, die heeft er niet voor gezorgd dat mijn piek gereduceerd gaat worden. Dus daarvoor hè, ga ik niet toekomen met een power management. Dan heb ik echt een energy management nodig dat zegt: van kijk, ik verwacht dat ja. daar rond 12 uur een piek gaat optreden. Dus ik ga niet opladen uh, voor die piek. En dan als die piek komt, dan ga ik mijn batterij gaan opladen zodanig dat ik die piek in mijn batterij ga stoppen. Ja. En uh, ja, dat, dat dat op een slimme manier wordt aangepakt. Ja. En is het nou zo dat jij zegt, uh, gelijk stroom of gelijk spanning heeft deze eigenschap ook van zichzelf? In, in DC-netten gaan we eigenlijk uh, alles eigenlijk gaan koppelen via een omvormer. En het is zo ontworpen, en, en daar zijn we nu nog altijd mee bezig, is eigenlijk van kijk hè, Laten we in die DC-netten ervoor zorgen dat de intrinsieke slimmigheid die in die omvormers aanwezigheid, dat we die ook maximaal gaan benutten. En daarom hebben we gezegd: van kijk, hè, daar zijn we met de CurrentOS-stichting uh, mee bezig. Laten we ervoor zorgen dat die omvormers op een uniforme rea manier reageren, zodanig dat die altijd ervoor. Zelf willen zorgen dat dat DC-net overeind uh, blijft. Ja. Eh, als je dat vergelijkt met een AC-net, ja, dat is veel meer binair. Hè. Daar gaan we ja, pushen, uit. pushen, ja. pushen ja. tot aan de grens. En dan gaat onze omvorming van zijn maximale vermogen naar niks. Ja. Ja, dan krijg je een heel uh, binair gedrag van aan-uit. Ja. In DC-netten gaat het veel smoother ja. zijn. Ja. En in DC-netten zit die intelligentie dus eigenlijk in de... Dat is zeg maar de collectieve intelligentie van alle individuele omvormers. Ja, inderdaad. Ja. Dus je hebt een, een heel slim net... maar eigenlijk is het net zelf niet slim. Je hebt de slimmigheid verstopt in al je omvormers. Ja, ja. Ja, ja en, en het is ook een beetje... even vragen, het is ook een beetje het principe van... Uh, de zwakste schakel. Uh, die, die gaat het eerst uh, dicht of juist open. En dan ja. komt er een volgende... Ja, ja. die moet af- of aanschakelen juist. Ja. Ja. Het is meer een, een gelaagde oplossing, waarbij je ja. eerst power management de klappen laat opvangen en dan je energy management ja. een beetje de tijd geeft om na te denken en te zeggen van wat gaat er in mis. Ja. Maar het is niet zo dat je dat systeem in zijn geheel moet programmeren. Nee. Dat nee. heb je gedaan door de individuele ja. omvormers hun werk slim ja. te laten doen. Ja. Ja. En dat maakt dat het systeem ook schaalbaar is. Ja, inderdaad. Ja. ja. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Um, ja. Hier nog een voorbeeld ook van uh, demand-side management, hoe dat kan uh, uh, toegepast worden. En bijvoorbeeld, als ik ga kijken, als ik bijvoorbeeld te veel wagens, uh, te veel elektrische wagens wil gaan opladen in mijn microgrid, uh, dan kan ik via dat power management ervoor zorgen. Uh, dan gaat het eigenlijk ervoor zorgen dat mijn dc netspanning omlaag wordt getrokken. Hè? U, uw voedende uh, Active Frontend, uw uh, uh, DC-voedende converter, die gaat het niet trekken. Die gaat spanning gaat dalen en dalen. Die auto's die gaan dat merken en die gaan zeggen: van kijk, hè, in plaats van heel mijn net omlaag te trekken, ga ik er gewoon eigenlijk een compromis sluiten en ga ik zeggen: van mijn wagens kunnen wel opladen, uh, maar ik ga het een lager niveau opladen. Dat wel te managen is uh, voor het net. Uh, en omgekeerd, en voor mijn uh, productie gaat dat ook gelden. Hè? Als er te veel productie is, dan gaat mijn spanning stijgen, en dan ga ik er juist voor zorgen dat ja, mijn spanning, als die stijgt, dat die PV-modules of die windmolen of, of mijn WKK-installatie, maakt niet uit wat het is, dat die dat signaal krijgt van hè, uh, ik ben te veel aan het pushen, dus ik ga wel minder uh, gaan produceren om ervoor te zorgen dat uh, ik binnen de perken blijf. Ja. Maar merk ik dat nou als consument? Stel, ik ben een van die autorijders en ik rijd de parkeergarage binnen, wat ik altijd doe. En normaal gesproken ja. heb ik, ik noem maar wat, drie uur nodig om op te laden. Maar omdat iedereen tegelijk naar binnen komt, gaat het wel vijf uur duren. En dan rijd ik weg en is mijn auto maar half vol. Ja, uh, maar ook daar uh, heb je dus dat energy management nodig als een soort van uh, uh, ja, bewaker. Die kan er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat uh, de ene gaat misschien uh, acht uur tijd krijgen om te, te laden. Dus die kan heel gemakkelijk flexibel schuiven. Inderdaad, uh, de, de monteur die, die moet binnen twee uur terug vertrekken. Ja, die ga ik dan bijvoorbeeld. Uh, prioriteit geven door die een andere uh, power management curve te geven dan mijn wagen die acht uur mag opladen, waardoor die meer ja. prioriteit krijgt en harder gaat opladen. Ja. Maar dus dat ik moet ik wel ergens vertellen aan het ja. systeem. Ja. En, ja. en daarom dat die samenhang met dat energy management ja. nodig is om ervoor te zorgen dat. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk nog altijd een functionele maatschappij... dat dat aspect <laughs> ja. Ja, behouden blijft. Ja. Oké, okay, dus de maatschappij telt ook nog mee in het oog, gelukkig. Ja, inderdaad. Dat dat ook, gelukkig. Dus... En zo leidt eigenlijk dat dat power management tot, uh, tot... is een deel van de oplossing, is een deel van de stap naar systeemoptimalisatie. En bijvoorbeeld op het gebied van... Uh, elektrificatie. Hè, ga ik ervoor zorgen, juist via mijn power management, dat ik uh, inherent aan een soort van demand side management ga doen. Want ik ga mijn verbruik aanpassen aan de beschikbare uh, hoeveelheid energie. En ik ga ook de netbeheerder helpen. Want als mijn, uh, mijn net zegt: van, kijk, er is te weinig uh, energie, dan gaat hij de spanning laten dalen. Hè, doordat mijn uh, active frontend wordt toegeknepen. En dan kan ik dus uh, ervoor zorgen dat er minder wordt verbruikt in mm. mijn net. Mm. Uh, en, en we zien dat hier ook. Hè. Hier zie je het verschil tussen de, de piekbelasting en het gemiddelde verbruik. Ja, we kunnen niet blijven uh, heel onze netten gaan uitleggen op een piekverbruik dat zes keer groter is dan het gemiddelde verbruik. En zelfs als ik mijn net zou uitleggen op. Twee tot drie keer het gemiddelde verbruik, ja, dan kan ik nog 50, 65% besparen in mijn net, gewoon door die, die piek eraf te halen. Maar dat, dat is het eigenlijk hetzelfde als als je zegt: van uh, met Kerst en Pasen zitten er 2000 mensen in de kerk, dus, dus moet de kerk 2000 mensen aankunnen. Ja, inderdaad. Terwijl er op een zondag maar 300 zijn, ik noem maar ja. wat. Ja, en, dus, en hier zeg je van eigenlijk: van nou, denk eens na over. Wat kan ja. ik met die 300 of misschien 400? Ja, inderdaad, ja. Dus ik ga veel meer naar mijn gemiddelde toe werken. Ja. En minder op die uh, piek. Want ik zit toch met een slimnet. En, ja. en dat, dat slimnet die kan die piek ja. verschuiven. Ofwel... Direct hè, door mijn ja. verbruik aan te passen, maar ook bijvoorbeeld door te zeggen: van kijk, ik weet dat die piek eraan komt. Hmm. En ik ga die laten leveren door mijn batterij. Dat kan ja. ook een deel van Want als we, nu, zijn. als we nu praten over uh, dat het net vol zit, hè, ja. praten we dan over die piek op dit moment. Eigenlijk beide richtingen uit. Hè. Dus we, we hebben uh, het net zit vol omdat er. Uh, een te grote, uh, te veel aanvragen zijn naar, hè, ik wil uh, een grotere netkoppeling, ik wil meer gaan verbruiken, ik heb meer vermogen nodig. Uh, maar ook aan de andere kant, het niveau van de opwekking, en dat zien we met die zonneparken, ja daar zien we ook dat de netbeheerders moeite hebben om al die parken en zo te gaan aansluiten. Ook daar. Uh, zit het net vol en ook daar kunnen we met DC microgrids ja, een deel ja. van de oplossing... Maar vol is dat. daar wel gebaseerd op de maximale vraag of de maximale aanbod. Ja. Dus niet op de gemiddelde. Nee, inderdaad. En, en jij zegt eigenlijk met die microgrids ga je veel meer op de gemiddelde zitten... Ja. waardoor je veel meer kunt terugleveren en veel meer kunt afnemen. Ja, de, inderdaad. Ja, ja dus... Ja, ja. Met, met, hetzelfde, met dezelfde netkoppeling ga ik veel meer aan elektrificatie kunnen doen. Ga ja. ik veel meer hernieuwbare energie ja. gaan opwekken zonder dat er eigenlijk uh, hele grote compromissen worden gesloten. En misschien ook met wat managementmaatregelen als ja, een uurtje per dag kun je of geen energie krijgen of geen energie terugleveren. Ja, het, ja, het, het is natuurlijk wel, uh, je, je wilt een zeker. Uh, ja, een bepaald comfortniveau houden, maar inderdaad, uw, uw microgrids gaan er wel inderdaad voor zorgen dat als er uh, een uurtje bijvoorbeeld eh, uh, heel weinig energie voorradig is, ja, dat je die gewoon zelf gaat uh, voorzien. Of als ik niet kan terugleveren omdat iedereen aan het terugleveren is, dat ik zeg van ja laten we het dan zelf opslaan ja. eh, en dan zal ik het uh, later wel terugleveren. Ja. Uh, en dat kan ook gunstig zijn, want ja, als iedereen overschot heeft, dan is de prijs heel laag. ja dan kan ik het misschien beter opslaan als ik die batterij dan toch al heb. En dan later uh, gaan verkopen als het gunstiger ja, is. Ja, als we dat allemaal doen, dan tendeert die prijs weer naar een constante. Ja, dat is <laughs> dus, waar. Ja. Maar uh, dat de, is de, de, ook prima. Ja, dus uh, ja, er de, de, de gaat. Zeker een, uh, uh, een prijsprikkel nodig zijn, maar ja. je gaat wel zien dat die gemiddelde, dat dat wel uh, ja. Ja, hopelijk ergens kan uh, verlaagd worden. Ja. Ja. Want dat, wat je tegenwoordig vaker ziet is zo'n dynamisch energiecontract, dat speelt daar al op in. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En, en daar gaat bijvoorbeeld uw energy management op uh, moeten gaan spelen. Nou, als die ziet dat de elektriciteit gewoon ja, negatief is of heel laag... Ja, dan ga ik natuurlijk dan liever mijn wagen gaan opladen dan uh, de piekuren om, uh, om zes uur s'avonds. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Um, ja, en dan ja, de, 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 de conclusie is dan een beetje van: eh, um, van ja, hoe, hoe ziet mijn DC net als die uh, bouwsteen in de energietransitie? Is dat ik dan. Um, ja, enerzijds ervoor gezorgd heb hè, dat, dat ik die uh, robuuste uh, microgrids heb, die voor een deel uh, zelfregulerend zijn, doordat ze power management en batterijen gaan inzetten om eigenlijk een heel robuust net te maken, dat ook een antwoord kan bieden op die problemen van die uh, netcongestie. Maar tegelijkertijd is het ook heel zelfvoorzienend. Want ik probeer zoveel mogelijk die uh, uh, eigen hernieuwbare energie zoveel mogelijk uh, zelf te gaan uh, verbruiken en uh, opslaan voor later. Uh, en ik kan ook veel meer elektrificatie toelaten, want ik zit mijn net niet meer uit te leggen op die ene piek, maar ik ga juist ervoor zorgen dat, uh, dat mijn net eigenlijk slimmer gaat gebruikt worden, zodat ik veel meer energie kan toelaten met dezelfde vermogen van de netkoppeling. Mm. Ja. Dus het, uh, ik vind het heel helder hè, hoe je dat uiteenzet. De, wat ik wel als moeilijkheid ervaar, is dat je deze hele uiteenzetting moet volgen om dit te snappen. Ja. Ja, dus het is niet twee of drie voordeeltjes die je even zo kunt. Uh, hup, uh, dit, zo is het en iedereen snapt het. Ja, um, ja nou ja, goed, dat, dat constateer ik even. Ja, ja, ja. ja, het klopt. Het is gewoon een NNN-verhaal ja. waarbij je, je, je hebt een. Een transitie in, in, in de omvormer zelf, maar je hebt ook een, een transitie in de manier waarop je onze energie willen gaan opwekken, ja. hoe we dat willen gaan verbruiken, maar ook de transitie van hoe wil ik mijn net zelf gaan ja. inrichten. Ja. Ja. Hoe wil ja. ik omgaan met grondstoffen, hoe wil ik omgaan met ja. efficiëntie. Ja. ja, want geen van die dingen op zich is de oplossing. Nee, inderdaad. Het is het, is het ja. geheel wat... Uh, ja. Ja, dus het is echt een, van, ja, een systeemdenken. Ja, je uh, moet op je. systeem... Gaan, uh, systeemniveau gaan nadenken. Ja, klopt. Ja. Ja, nou, dat is een, uh, een, een mooie, interessante onderbouwing van de stelling van zonder uh, gelijkspanning geen energietransitie. Of in ieder geval geen succesvolle ja. energietransitie. Klopt. Want die transitie komt er wel, maar gaat ja. die ook succesvol uh, verlopen? Als je kijkt naar de energietransitie, hoe ver zijn we daarin? Is die bijna af of is die nog niet eens begonnen? Uh, nou, we zijn zeker en vast al begonnen. Hè. Ja? Ik denk, denk dat we al mooie stappen hebben gezet. Ik denk dat we vandaag de dag ongeveer 30% van onze energie uit uh, hernieuwbare energieën uh, opwekken. Maar, uh, je ziet, het is dan wel maar 25% van de elektriciteit dat ik nu over aan het uh, praten ben. Dus dat is maar een klein, uh, nog geen 10% van ons totaal energieverbruik. Dus. Je, je ziet daar wel dat er nog heel veel stappen moeten gezet worden in de manier waarop we met warmte omgaan, de manier waarop we met mm. transport omgaan. Om ervoor te zorgen dat die ook meer elektrisch kunnen. En, en dat we ook daar die uh, vernieuwing kunnen, kunnen zetten. Dus we, hebben, ja, mm. we zijn op weg, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan. Ja. En wat is de grootste gevaar waar we tegenaan gaan lopen? Het grootste risico. Um, goeie vraag. Ja, ik, ik denk dat we vooral um, vooruit moeten blijven kijken en moeten blijven nadenken van... Eh, als ik meer en meer uh, elektrisch ga doen, uh, als ik meer en meer ja, uh, monteurs ga nodig hebben en, en, en mensen en zo... Van hoe kan ik dat allemaal op een, op een slimme manier blijven aanpakken zodanig dat het behapbaar blijft? Hè? Ja. Dat we die, die lange termijn doelstellingen, dat we die ook halen. Ja. Maar ik, ik, ik heb het gevoel, zonder dat je dat gezegd hebt, dat je denkt, het is ook haalbaar. Ja, ik, ik denk ook zelf wel dat dat haalbaar uh, is. Ja, we moeten er gewoon voor zorgen dat we eraan denken om ja, al die, die, die stappen die hier zijn beschreven, dat we dat ook allemaal in de praktijk brengen. Ja, ja. ja. Dat we jij niet wordt... op de oude domme manier blijven verder doen, maar dan op een slimme manier de, de problemen aanpakken. Ja. Ja. Dus jij wordt de volgende minister van Energie. Nou, dan nu niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, dan, niet ja. nou dan, dan ga jij hier ja. maar mee verder. Ja. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze uiteenzetting en deze ja, uh, interessante uitleg. Dankjewel voor dit moment. Graag gedaan, bedankt ook.